Als ondernemer heb je verschillende manieren om je vermogen op te bouwen voor de oude dag. Een van die manieren dat is de FOR, oftewel fiscale oude dagsreserve. Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Jaarlijks kan je ongeveer 10% van je winst opzij zetten als reserve. En over die 10% hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Dat scheelt veel geld. En dat geld dat krijg je jaarlijks terug van de Belastingdienst. Nou, je kan dat geld ook investeren in je bedrijf, maar het is slimmer om dat geld echt opzij te zetten. Want het is immers bedoeld voor je pensioen. Er zitten voordelen aan bij de fiscale oudedagsreserve. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten. Nou, tijdens het webinar op 6 juni leggen we uit waar je op moet letten. En dan bespreken we de voor- en de nadelen van onder meer de fiscale oudedagsreserve samen met ondernemers.